En voor de volgende zaak gaan we naar het zuidelijkste puntje van Nederland. Want de politie in Limburg heeft een urgente vraag. Net iets onder Maastricht, aan de oevers van de Maas bij de Pietersplas, werd namelijk zondag 6 januari een lichaam van een vrouw gevonden. Het lichaam had al lang in het water gelegen en de politie weet nog altijd niet wie ze is. Deze vrouw moet al enkele maanden vermist zijn. De vrouw is jonger dan 40, haar huidskleur is onbekend. Ze was 1,70 meter lang en had opvallend kleine voeten, maat 35 maar. En een onverzorgd gebit met veel amalgaamvullingen. Verder had ze een aantal sieraden waaraan iemand haar hopelijk herkent. Zo droeg de vrouw deze ring met een klein visje eraan van het merk Clio Blue. Binnenin staan merktekens en de tekst Clio Blue 58. Daarnaast deze ring. Het steentje is er deels uit en binnenin staat de inscriptie Stainless Steel. Ze had deze tongpiercing in. En verder werd deze halsketting op het lichaam gevonden, met vier inscripties op de schakels. De letters S, L, twee van deze pijltjes en opnieuw de woorden Stainless Steel. En haar horloge is van het merk Q&Q. Onder het cijfer 6 staat het nummer GQ20J204. Als u weet van wie deze sieraden ooit waren of u weet meer over de herkomst, bel dan de tiplijn en dan achterhalen we hopelijk zo snel mogelijk de identiteit van de vrouw in de Pietersplas.